Je moet de mensen thuis niet verliezen. Nu zijn we de mensen thuis aan het verliezen. We hebben er al heel veel verloren. Je ziet het ook hoe makkelijk mensen van de ene naar de andere partij hoppen. Want ze zijn niet tevreden met wat er nu in Den Haag gebeurt. Maar ze weten niet hoe ze het beter kunnen oplossen. En dan moeten mensen toch een beetje de spelregels weten. Want als je iets wilt veranderen, moet je niet alleen tijdens verkiezingstijd iets moois roepen wat mensen interessant vinden. Maar je moet ook iets roepen waarvan mensen thuis weten, oh, maar dat kan opgelost worden. Ja. En het is een partij die wel regeringsverantwoordelijkheid wil nemen. Want als een partij dat niet wil of niet kan, omdat ze worden uitgesloten, dan heb je uiteindelijk straks te maken met politici die niet datgene kunnen doen, misschien wel willen doen, maar niet kunnen doen wat de mensen thuis willen. En ik vind dat echt het allerbelangrijkste. Die kloof, politiek en burger, die moeten we dichten. En al die andere problemen zijn daar een onderdeel van. Vond je het een leuke video en wil je het hele interview zien? Klik dan nu op de link.